Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaat het over heel iets anders dan over make-up of fashion. Vandaag gaat het namelijk over doelen. Elk jaar maak ik namelijk weer een lijstje met allemaal doelen en dingen wat ik wil gaan bereiken aan het eind van het jaar. Bijvoorbeeld van 2017 stond er bij mij op het lijstje een camera, een YouTube kanaal. Nou, dat is ook allemaal uitgekomen. Overgaan naar 5 HAVO. En ja, dat is allemaal gewoon gelukt. En dit jaar heb ik ook weer een lijstje met allemaal doelen wat ik dit jaar wil gaan halen. Ik zal even kijken. Nou, ik heb dus nog mijn YouTube kanaal. Nou, dat is al afgevinkt. Camera kopen is ook gelukt. Slagen. Nou, dat moeten we nog even zien of dat gaat lukken. Ik heb meer tijd voor mezelf maken, omdat ik heel erg druk ben en gehaast en ik train veel. Dan werk ik ook nog veel en ja, ik moet naar school, moet leren. En ik wil ook nog wat vrije tijd hebben om bijvoorbeeld filmpjes te maken, want ik vind dat super leuk om te doen. En dan vind ik het jammer als ik dingen wat ik leuk vind niet kan doen, omdat ik gewoon geen tijd heb. En dat was dus afgelopen tijd ook het geval. Ik heb heel lang geen video meer kunnen plaatsen. En dat komt dus eigenlijk omdat ik het super druk had met school. Ik neem mijn toetsweek achter de rug, dus daar moest ik even mijn focus op leggen. Maar nu is het voorbij en kan ik gewoon weer beginnen met filmen. Wat ook op mijn lijstje staat, wat ik eigenlijk altijd nog heel graag zou willen doen, als droom, is een reis maken naar Amerika. Dat lijkt me super vet, want ik vind het echt heel erg interessant om te zien hoe de cultuur bij andere landen is en om te kijken hoe dat nou daar gaat. En ik vind dat gewoon super gaaf om te zien. En ik zou dus ook heel graag een roadtrip willen maken, maar ja, dat is wel echt iets voor later. Maar daarvoor kun je dat al wel op je lijstje zetten met al je doelen, zodat je dat wel in je hoofd blijft houden en daarna toe kunt werken. Waar ik dan vooral heel erg graag heen zou willen is New York. Omdat New York, ja, ik weet niet. Dat is gewoon echt iets waar ik heel graag heen wil. Ik weet niet waarom, maar dat zit al zo lang in mijn systeem dat ik daarheen wil. Dat ik er nu gewoon niet meer van afkom, zeg maar. Ik wil daar gewoon super graag heen. Dit zijn dus eigenlijk allemaal dromen van mij en dingen wat ik ooit zou willen doen. En ik vind het ook heel belangrijk dat je niet denkt van, oh, dat komt nog wel. Of, ah, dat lukt toch niet. Want het kan lukken en daarvoor heb ik dus nu ook een heel leuk aanbod. Dus wil jij altijd al iets, bijvoorbeeld een restaurant opzetten? Heb je altijd al een eigen restaurant willen hebben? Of heb jij al heel graag een ondernemer willen worden? Of zou jij ook heel graag naar het buitenland willen om bij te scholen en dingen te leren? Dan is dit echt super leuk voor jou. De Young Lady Business Academy heeft mij benaderd om jullie en mijzelf misschien wel gewoon te gaan helpen. De zakenvrouw van 2017, Elske Doets. Die heeft namelijk als doel om de young ladies te stimuleren en hun doel waar te kunnen maken. Nou, wat houdt dit nou precies eigenlijk allemaal in? Er is dus een gratis academie opgericht die meisjes tussen de 15 en 24 jaar helpt om hun dromen waar te maken. En dit kan gewoon van allerlei verschillende leerniveaus zijn. Je hoeft dus echt niet een bepaald diploma of iets te hebben. En het is dus gewoon gratis. Ook bieden ze hier gratis onderdak aan. Als jij nou echt heel ver weg woont, dan kun je daar dus gratis blijven. Ook kunnen ze zorgen met je school dat je vrij krijgt. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Dus heb jij een droom of iets wat je echt super gaaf wil waarmaken en waar je echt al heel lang over nadenkt van, oh, dit wil ik echt nog een keertje in mijn leven doen, dan is dit echt iets voor jou. En het is de schone academie waar je gratis voor kunt inschrijven die jou helpt om je doelen waar te mogen maken. Het is dus eigenlijk een soort bijscholing. Ze leer je dus allemaal dingen, zodat jij dat mooi kan meenemen als ervaring voor jouw reis of voor jouw ondernemingsproces. Nou, dus als jij denkt, dit is echt iets voor mij, dan kun je je nog inschrijven tot 3 juni 2018. Dus wees er op tijd bij en denk er nog even rustig over na. Als jij denkt, oh, dit is wel echt iets voor mij. En de academie zelf is van 2 juli tot en met 6 juli 2018. Wil jij dit proberen en zou jij heel graag je dromen willen najagen en kun jij dus die hulp heel goed gebruiken? Geef je dan nu op via de onderstaande link en die zet ik in de beschrijving neer. En je kan ook altijd dat even rustig nog doorlezen als jij nou echt dacht van, huh? Oké, wat heeft ze nou net allemaal gezegd? Dan kun je dat gewoon nog rustig in de link in de beschrijving even allemaal doorlezen. En dan kun je rustig na gaan denken op je gemak of dit nou echt iets is voor jou of niet. Wat moet je dus nou allemaal doen om bij die academie te komen? Schrijf een cv en die stuur je dan op. Die beste uitzendingen worden dan weer uitgekozen.
En die uitgekozen meisjes die zijn dan ook uitgenodigd om een week lang samen te lopen met de zakenvrouw van 2017. In die academie krijg je allemaal lessen, bijvoorbeeld ondernemen. Dus daar leer je dan allemaal tips wat je mooi kan meenemen. En er worden dus allemaal onderwerpen besproken, wat super handig en nuttig zou kunnen zijn. Nou, en zodra dat allemaal is gebeurd, krijgen de young ladies de mogelijkheid om 4 dagen met Elske naar Amerika of Canada te gaan. Oh, echt. Ik zou dat echt zo graag willen. Naar Amerika. Even serieus. Dus nou, twijfel jij ook om te gaan? Kijk gewoon even het link in de beschrijving en lees het even door. En heb jij ook altijd al naar Amerika of Canada misschien wel willen gaan, dan is dit dus jouw grote kans. En kun je gewoon meelopen met de zakenvrouw van 2017. Hoe vet is dat? Nou, dit is dus een hele toffe uitnodiging. Ik heb dus nou altijd al getwijfeld om een stap verder te zetten en dingen te doen waar jij nou echt gelukkig van wordt. Geef je dan nu op, twijfel niet. Denk er goed over na. En wie weet zit jij komende zomer in Amerika of Canada. En leer jij de beste tips en tricks om te gebruiken voor jouw droom. Bijvoorbeeld een eigen onderneming of een eigen restaurant. Of ja, wat je droom ook kan zijn. Tips en tricks zijn altijd welkom. En wie weet reis jij dus wel naar Canada of Amerika of naar een heel ander gaaf land en bouw je je eigen bedrijfje op. Nou, dit was dan ook de video. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Ik hoop het namelijk... Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden en het is ook echt een super gave uitnodiging. Dus ik zou zeker even kijken in de link in de beschrijving. Nou, dit was dus even heel iets anders dan dat ik normaal film. Maar ik vond het wel heel erg belangrijk om ook bespreekbaar te maken en dit aanbod met jullie te delen. Want wie weet heb jij er wel heel veel aan. En ja, daar draait het ook om. Volgende keer komt er weer een video aan. Nou, wil jij weten wat dat is? Mis de video dan niet. En abonneer op mijn kanaal, dat is geheel gratis. En zo blijf je op de hoogte van mijn video's en mis je de video niet. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende week of volgende keer. Doei!